Dag jongens en meisjes, wat leuk dat jullie in zulke grote getalen gekomen zijn. Ik zie dat het weer tot de nok toe gevuld is, hè. Maar jullie komen natuurlijk niet voor ons, want jullie komen voor de vliegende... Ja! Nou, die zitten nog even in de kleedkamer. Die zijn nog wat laatste voorbereidingen aan het treffen. Ze zijn zich aan het omkleden. Ze zijn zich aan het schminken. En ze zijn zich aan het concentreren. Want het vergt een grote mate van concentratie, hoor. Nou en of. Het is net topsport, hè, wat dat betreft. Nou en of. Nou en of. Ja, u zult zich vermoedelijk wel afvragen. Ja, alles goed en wel, hoor, maar... Wat doen die drie heren daar dan op dat voortoneel? Nou, dat zit zo. De Vliegende Panters voelen zich nog steeds niet op hun gemak. En vandaar dat ze ons hebben gevraagd, hè, om ja, een oogje in dat zeil te houden. Ja, zeggen ze dan. We staan immers toch in de schijnwerpers, hè? Ja, maar dat is toch ook hartstikke leuk? Ja, maar, zeggen ze dan, voordat je het weet, word je verkeerd geïnterpreteerd. Nou, en dan zijn de rapen gaar, hè? Ach. Nou, het zal allemaal wel meevallen, hoor. Dat denk ik ook, je wel. Ik vind het enig wat ze doen. Ja, ik ook, tuurlijk. Die bonte aaneenschakeling van die gekscherende kwinkslagen en die sketches. En aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook weer van die prachtige driestemmige meesterwerkjes, hoor. Ja, nou, schitterend. Mooi, ja, dat is heel mooi. Maar vooral veel lachen geblazen. Ja, ja hoor. En heel veel seksueel getinte gein, hè, wederom. Maakt u zich wat dat betreft maar weer geen zorgen, hè? Ja, iets te veel ook, hoor, als je het mij vraagt. Ja, ik heb dan ook zoiets van, hè. Word nou toch eens een keertje volwassen, man. Aan de andere kant vind ik ze op dat soort momenten juist ook wel op hun sterkst, hoor. Dat ze dan zo'n sketch inzetten dat je denkt van, nou, moet dat allemaal nou zo grof gebekt? En die moment dat u zoiets heeft van, ja zeg, zijn ze nou helemaal belaatafeld? Dan draaien ze dat in één keer 180 graden om, dat je denkt, nee hè, zij worden toch weer met beide benen ingestonken. Ja, dat is heerlijk, hè, dat is zo vliegend de panters nu, hoor. Maar ik vind het zo enorm te slappe lachen. Ja. En die overgangen, hè? Die razende overgangen, dat gaat me in een tempo. Dat dendert maar door, werkelijk. Het is een soort sneltrein, hè, waarnaar je zit te kijken. Ja. Ja, je moet erbij blijven, hè, met dat koppie. Ja, want het gaat in een moordend tempo, hoor. Dat dendert maar door, werkelijk. Ze heten wat dat betreft ook niet voor niks de Nestors van het Zep-cabaret, hè? Ja. Ja, vanwege dat tempo natuurlijk, hè? Ja. Ja. En nooit eens even een adempauze. Dat vind ik wel jammer. Zoals zo'n andere cabaretje... Nou, dat moet je maar aan je papi en je mami vragen. Maar die meneer die heet Joep van het Hek. En die zingt dan tenminste af en toe nog wel eens even een liedje. Dat je denkt van, hè, lekker even helemaal niks, hè? Ja. Maar dat zit er bij die jongens dus niet in, hè? Want dat gaat me in een tempo. Dat dendert maar door, werkelijk. En ze herhalen ook nooit iets, hè? Ze heten wat dat betreft ook niet voor niks de Nestors van het Zep-cabaret, hè? Ja, vanwege dat tempo natuurlijk, hè? Enfin, wij zien ze natuurlijk heel vaak aan het werk, hè? Ja. En dan stoten we elkaar ook aan en dan zeggen we... Als die jongens nou toch in Amerika waren geboren... Dan waren ze toch wereldberoemd geweest. En binnen. Financieel onafhankelijk bedoel ik. Ja. Maar ja. Sta je hier, hè? In dat landje van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En hoe ze daarmee omgaan, met die mentaliteit, knap, daar toont zich de ware grootheid. Want jongens en meisjes, vergis jullie niet, hè?
Het zijn hele grote. Ja, echt. Ja. Ik geloof dat ze er klaar voor zijn. Oh, spannend. Ja. Dan is het misschien leuk om een geheimpje te verklappen aan de jongens en meisjes. Ons geheimpje? Ja. Wij weten namelijk dat de heren het enorm op prijs stellen dat wanneer nou de voorstelling is afgelopen, hè, het licht is uit, dat we dan met z'n allen gaan lopen joelen en stampen en klappen. En als we daarbij dan ook nog op de stoelen gaan staan. En daarbij de woorden roepen, let op. Wie want mooi? Wie want mooi? Ja? Dan kan ik jullie op een briefje geven, komen ze daarna meteen terug. Doen ze zo'n cashierenummer er nog achteraan ook. Ja. Maar mondje dicht. Jongens en meisjes, geef ze een daverend applaus. Hier zijn ze, de Vliegende Panter! In geen velden of wegen. Misschien dat ze zich toch nog niet helemaal op hun gemak voelen. Ik weet het ook niet. Ik heb ineens een idee. Oh? Ja. Zullen we ze gaan roepen? Ja. Dan tel ik tot drie. En dan roepen we met z'n allen, Vliegende Panters, waar zijn jullie nou? Wat dacht je me daarvan? Goed idee. Ja, dat lijkt me een uitstekend idee. Mij ook. Zeg, weet je wat, zullen we anders eerst een keertje gaan oefenen? Ja. Dan neem ik dit stuk wel voor mijn rekening. Ja, doe ik de rest. Kom op, daar gaat hij. Drie vooraf. Oké. Eén, twee, drie. Vliegende Panters. Wacht even hoor. Ik kan het hier achter het doek al bijna niet verstaan. Nou, voor het doek anders ook niet hoor. Nee jongens. Wat een duf zootje zeg. Ja, dat moet echt harder. Daar komen de heren dus in zwembad niet vooruit, hè? Jongens en meisjes, het zijn wel de Vliegende Panters, hè? Kom op, kom op. Daar gaat ie, hè. Spuug ze in de bek. 1, 2, 3. Vliegende Panters, waar zijn jullie nou? Ja, ik zie ze staan. Ja, ze staan, ja, ze staan, ze staan. Ja, even. Yes. 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 No problem. Yes. De Vliegende Panters hebben een verzoekje. Of de meisjes het een keer alleen willen doen. Het zijn me ook een stelletje doerakken bij elkaar. Nou, kom op, meiden. Daar gaat ie. Geef een vanjetje. 1, 2, 3.